Romelu Lukaku heeft de voorbije twee matchen van het EK al 3 doelpunten gemaakt. Of toch niet? Alle 3 zijn doelpunten zijn afgekeurd door de VAR. VAR staat voor Video Assistant Referee. Dat is een scheidsrechter die niet op het veld staat en helpt beslissingen te nemen. Bijvoorbeeld over buitenspel of hands. Dat doet hij met de hulp van alle camerabeelden in het stadion. Met die nieuwste technologie ziet de VAR alles. Zo stond Lukaku tijdens de match tegen Roemenië heel nipt buitenspel. En er zit nu zelfs een sensor in de bal die weet wanneer een voetballer de bal aanraakt. Daardoor werd tijdens de eerste match van de Duivels een doelpunt van Lukaku afgekeurd nadat Openda de bal heel lichtjes met zijn hand had aangeraakt. Astrid, we moeten het toch eens hebben over die VAR, hè? Want er komt nu toch wat kritiek op. Maar waarom is de VAR er eigenlijk gekomen? Heel eenvoudig om het spel eerlijker te maken, hè. Je hebt die scheidsrechter op het veld, die kan onmogelijk alles gezien hebben. En daarom heb je nu die evolutie in technologie, al die extra snufjes om die discussies uit te sluiten en om de scheidsrechter bij te staan. Hoe leuk is voetbal dan eigenlijk nog met de VAR? Het kan heel leuk zijn, maar ik snap het ook volledig. Ik ben een grote Rode Duivel fan. En afgelopen week was het heel frustrerend om te zien dat elke goal precies die wij maakten, of die Lukaku maakte, het spel wordt stilgelegd en je ziet toch weer dat het wordt herbekeken en dan wordt afgekeurd. Maar je moet je erbij neerleggen, want het staat er zwart op wit. Kei tof dat je naar deze video hebt gekeken. We hebben nog veel meer. Je kan het allemaal checken op dit kanaal, dus liken en abonneren maar.